Tina Turner, we hadden het al even over haar. Dat is een idool van u. Ja. Wanneer gaat de musical Tina Turner in première? Zoals het er nu voor staat, gaat dat in maart 2018 in Londen in première. Niet in Amsterdam? Nee. Dan moet internationale productie. Okay. Nu december, de 16e december, is er een grote workshop waarin alles samenkomt. Het is een heel, de muziek is bekend, maar hoe gebruik je het? En hoe vertel je het verhaal? En hoe vertel je een verhaal wat we nog niet kennen? Hm. En het verhaal van Tina en Ike, en dat ze in elkaar geslagen werd en misbruikt en ga zo maar door. Daar moet je toch weer een nieuwe invalshoek voor zoeken om dat te vertellen. Want dat kennen we bijna allemaal. Maar wat niemand weet is dat zij, toen ze gestopt was en nul kreeg, alleen maar schulden meenam van iemand, dat het 7 jaar geduurd heeft voordat ze überhaupt een contract kreeg. En echt toiletten moest schoonmaken. En dat ze echt aan de bedelstaf was. Ze was te oud. Het was niet meer hip. Ze kreeg geen contract meer. En uiteindelijk is ze door een Australische manager naar Londen gehaald. En daar is de Victorie een beetje begonnen. En daar is ook haar eerste de liefde van haar leven. Een Duitse platenproducer waar ze nu mee getrouwd is. 3 jaar geleden. Daar begon haar romance, een geheime romance. Een revival. Nou, mooi. We gaan het zien in de musical. Veel dank voor uw komst naar Buitenhof. Dank u wel.